Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Grid 2. We gaan de finale doen van de WSR volgens mij. Of hebben we de promo hebben we gehad. Dan gaan we de WSR season finale doen. Ben heel benieuwd. Rockstar Energy Drink sponsored event. 3 rondes. Zoals je kunt zien, 3 laps Miami South Point. Wabash Run in Chicago. En de Redwood Approach in California. Dat is maar 1 lap, dus dat zal... Ik weet niet wat het gaat worden eigenlijk. Dat zal iets zijn. Welke auto pakken we hiervoor? Ik denk die Camaro maar een keer weer. Het is lang geleden dat we met die Camaro hebben gespeeld. En ja, de eerste part is eergisteren geüpload voor mij. En iedereen vond hem volgens mij wel vet. De hele game, dus dat is zeer goed. Zeer goed. En de part over dat ik vraag van de liveries en dergelijke, die staat nog niet online, dus dat kan ik nog niet doen. Maar dat komt over een paar parts of over 3 parts, 4 parts. Dat ik dat ga doen. Dat ik dus even de liveries ga uittesten om een mooie te vinden, zeg maar. Maar nou gaan we eerst de finale spelen met allemaal vlaggetjes. Ik ben helemaal niet jarig, game. Ik ben nog niet jarig. Aha, hold the drift. Fuck off. Gewoon allemaal aan de kant. Move, bitch. Aan de kant. Okay, the next one's easy to take. Aha, de volgende is inderdaad erg makkelijk om te doen. Ah, hij was net sneller. Jammer. Ah, fuck off, jongen. Move, bitch. Wow, what the fuck? Hoe de fuck als wij hier inbeuken, game? Er zat geen eens een gat in. Hoe de fuck kan ik dan daarin blijven haken, game? Als een rechte muur is. Volgens mij is mijn wiel een beetje verneukt. Yep. Mijn wiel is een klein beetje verneukt. Oh! Dit hebben jullie nog helemaal nooit gezien. Mijn bandje is een klein beetje kapot, zeg maar. En het wiel ook, zoals je ziet. Want hij loopt niet meer echt recht, zeg maar. En de band is er vanaf. Dus dat wordt heel leuk om mee te racen. Ik denk dat we hem zo ook even restarten. Maar dan heb je dat ook een keer gezien. Een beetje onbedoeld, maar dan zie je de velg ook een keer. En dat geeft wel mooie lampjes. En mooi lichtje. Mooi lichtje. Lichtjes zijn altijd mooi, dus. Kom op, handrem. Net niet mocht zonder te botsen. Goed zo. Wee, lampjes. Lampjes zijn leuk. Als ik dit nog haal, serieus, met op een velg en dan nog eerst, dan ga ik wel echt huilen eigenlijk. Dat zou echt te erg zijn voor die game. We gaan het gewoon proberen, 1 rondje. Zonder te crashen, heel veel te crashen, beter gezegd. We gaan proberen een redelijke tijd neer te zetten. Ik ben zeer benieuwd. Oh, fuck. Ik doe mijn best, maar het is best kut sturen met dit ding. Met de sparkles eronder. Kom op. Doe het again, jongen. Ik zie je ook waar ik op rij, jongen. Fucking publiek. Echt. Woehoe! Komt er ook een. Woehoe! Fucking vet. Woehoe! Oh. Kijk maar, gewoon driften met op een velg. Ik haal zelfs iemand in op een velg. Serieus, game? 16 seconden later. Even gek. Dan wat zou dat komen? Fucking hell, game. Door wat zou dat komen? Misschien rij ik op een velg. Ja, dat is mooi voor de incident. Oh, fucking care. Ik ben een rijdende incident. Dat is ja. Zwolle. Ik spreek zeer goed Nederlands. Dat was niet echt een goed Nederlandse zin. Maar dat maakt niet. Fuck off. Ga naar rechts. Auto, dank u. We halen serieus nog allemaal lui in ook. We zijn gewoon fucking 7e. Ja, de eerste is over de finish. Dat is mooi, wij zijn 7e plek. Ja, dat gaat hem wel. Oké, maar sowieso werd hem dit al niet. Dus we gaan gewoon helemaal restarten. Heel benieuwd. Maar het was wel een keer leuk om te zien, denk ik. En kun je ook een beetje zien hoe je ermee kunt rijden. Op wat voor manier. Dat is best wel beroerd.
om daarmee te rijden dus. Ook wel een keer leuk om te zien, maar nou gaan we even voor het echie. De buitenbocht maar, wij zijn toch sneller. Dus. Normaal zou je de binnenbocht nemen, maar wij zijn over het algemeen toch sneller via de buitenbocht. Maar we hebben gewoon een snellere auto. Nou ja, niet echt. Het scheelt niet zo heel veel eigenlijk in de game, dat moet ik al eerlijk toegeven. De auto's verschillen niet zo heel veel nog. Ik heb een multiplayer gespeeld trouwens inmiddels en ja, multiplayer is ook wel heel vet. Zeker wel nice. Het rijdt lekker weg. Het, eerste keer dat ik multiplayer speelde was het gelijk een drift event. En of iedereen sucks gigantisch had of ik ben er gigantisch goed in. Maar ik had pas echt serieus halverwege de race door van, oh, het is drift. En toen nog won ik met ongeveer iets van 80.000 punten voorsprong of zo. Nou, dat is best veel, want de meeste die zaten maar rond de 80.000 punten in totaal. Dus dat was best wel erg. Daar heb ik zelfs al een screenshot volgens mij van op Steam staan. En ja, ik weet niet, dat was echt gewoon erg. Maar daarna zo'n beetje elk drift event wat er is, dat win ik. Terwijl ik helemaal niet goed in driften ben volgens mij, dus het zal wel iets zijn wat iedereen nog niet echt aan gewend is. Daar hebben we een heel mooi vliegtuig. Wat een mooi vliegtuig. En die game die focust er niet eens op, het is gewoon maar een detail in de achtergrond. En dan nog vliegt hij niet door een gebouw heen. Dus we denken, wat de fuck is dat voor opmerking? In Call of Duty vliegt het serieus in de singleplayer aan mijn hoofd een keer een vliegtuig of een helikopter door een gebouw heen. Terwijl je er nog redelijk op focust ook in de game en het gaat zeg maar, om oorlog en helikopters en daar let je dus op. Hier let je niet echt op een vliegtuig wat voorbij vliegt. Dat was echt gewoon slecht. Maar het, dat daar vond ik gewoon even leuk om te melden. Dat is zinloze informatie, ik ben er maar in. Zal ik maar leuk is. It sure is. Tien seconden lead, dat is echt veel. Het lijkt heel weinig, 10 seconden, vond ik eerder ook altijd, maar in de racewereld is dat best veel. Dan gaat het vaak nog meer om milliseconden dan om hele seconden zo'n beetje. En across the finish line, yay! In 3 minuten. Nou ja, 3 seconden natuurlijk, maar gewoon 3 minuten. We hebben echt gewoon 11 seconden voorsprong. Ja, of 12, bijna. Ik heb geen zin in rekening, ik ben net wakker game, fuck it. Niet dat het boeit eigenlijk ook. Ah, kijk. Ik ben sneller dan iedereen. Ah, mooi, iedereen zit op 3 minuten nog wat. En ik zit onder de 3 minuten. Bam. Want inmiddels is de game daadwerkelijk uitgekomen in Europa. En spelen vrienden op Steam natuurlijk ook. Dus nou wordt het wat competitief. En staan we in de leaderboard. En ik sta bovenaan. Yay. Wat leuk. Ik ben niet zo competitief dat het mij echt boeit met leaderboards en zo over het algemeen. Als ik eerlijk ben. Oh, he's not scared to trade paint. Nou, ik ook niet. Laat hem maar komen. Kom maar, jongen. Wil jij verder verruilen? Fucking net Pokémon. Mag ik een kotette? Mag ik van jou? Van de kleur roze. Het pimpelpaasroze. Is dat een kleur? Nee, het is geen kleur. Maar dat boeit niet. Oké, iedereen gaat links langs. Gaan wij wel rechts langs. Dan zijn we alsnog sneller. Kijk, want wij doen een badass drift. Done. Hey, wil jij met mij ruilen? Nee, hè? Dat dacht ik al. Wie wil dan met me ruilen? Wil jij met me ruilen met je bootauto? Kom, we gaan ver ruilen. Hier, zo doen we dat. Oeh, dat was een muur zelf, maar dan ben je uit. We hebben ver geruild. Yay! Wat voor ver hebben wij op de auto nu? Zwart. Nou ja, grijs eigenlijk, want de lak gaat er vanaf, maar dan ben je uit. Het gaat om het idee. Oh, zie mij gewoon bijna in een drift hoveren. Oh, wat voel ik mij goed. Nee, dat is iets enthousiast. Ik gebruik de rewind ding ook haast niet meer, want ik kreeg ook comment van je begin zei je van, je ging geen rewinds gebruiken, nauwelijks. Gemiddeld pak je de 2 per race, ja dat klopt.
Dat is helemaal correct, dat heb ik goed gezien. Puur dat af en toe misgaat zoals nu, dus ik ga hem wel af en toe gebruiken. Maar omdat ik dan te veel aan het praten ben en zo, en dan moet ik me een beetje concentreren op beide. Ik ga gewoon zelf de fouten in met mijn jeugd. Dus dat is iets lastiger door dan gewoon racen en na de tijd van bijvoorbeeld inspreken, maar dat doe ik niet aan. Ik doe altijd alles live, dus dit ook. Dat vind ik, ik weet niet, dat ja, het is ook het makkelijkste, maar ik vind het ook het beste eigenlijk. En dan reageer je, dan hoor je de daadwerkelijke reactie op bepaalde dingen. En na de tijd is het van, oh kijk, hey, wat leuk, Weet niet, dus, terwijl het normaal, wow, fucking vet of zo is, bijvoorbeeld als je het ziet. Dus dat, ja, ik weet niet, dat, ik vind live altijd beter daarom. Is dat onze ruil meneer? Ben jij mijn ruil meneer die mijn vijf wil ruilen? Oh, kut. Oké, we gaan er nog één gebruiken. Hier, de tweede. Yay, de tweede van vandaag. Oké, we gaan hem gewoon blijven beuken natuurlijk. Dat het komt. Ik drift gewoon om hem heen om hem in te halen. Hoe simpel is dat? The fuck. En dan gaan we dan, het laatste rondje. Dit moet goed gaan. Kom op, we kunnen het game. Dat is niet echt wat ik bedoelde, game. Maar oké. Okay. Oh, fuck, nog net meetikken ook. Yay, fastest lap this race. Dan gaan we er nou nog een snellere van maken. Hoop ik. Onze auto is echt helemaal uit vorm, joh. Het is echt geniaal. Oh, die kant? Bedoel je die rechterkant? Oh, dat komt wel helemaal goed, game. Nee. Hij heeft echt damage, hoor. Ik kan niet meer zo fijn sturen als in het begin, laat ik het zo zeggen. En hij had alle settings ook weer verneukt, waardoor weet ik niet. Maar opeens stond echt alles weer verneukt. Het geluid stond vol hard aan en de graphics stonden weer anders. Dat is stront irritant. Af en toe heb ik ook nog weer die stootjes die ik een post geleden had. Dus ik moet dat weer even fixen. Ik dacht dat we al bezig waren met de laatste. Oh, hier is de finish. Oké, never mind. Ik heb niks gezegd. Yay, gefinished. En wat voor tijd? Welke tijd, game? 3 minuut 15. Oké. Dat is mooi, denk ik. Ah, dat is ongeveer even snel als Porsche. Oh. Dat valt nog mee dan. WSR wins. Career longest drift. 175 meter. Is niet slecht. Zeker niet. Maar ik laat op een gegeven moment ook wel een keer multiplayer zien, denk ik. Multiplayer gameplay. Voor een beetje afwisseling. Multiplayer heeft ook wel leuke game modes. Nou ja, eigenlijk kan het een beetje hetzelfde als gewoon singleplayer, maar. Gaat om het idee. We gaan de laatste race. Door de bossen. Acorn territory is dit. Dus dat is helemaal mooi. Hey boot. Move bit. Ga niet remmen dan, jongen. Ze remmen altijd. Net voor je. Zo stront irritant. En dan rij je achterin ze. En dan druk je ze aan. En dat is gewoon irritant. Laat het haap houden. Fuck off. Ga naar de buitenbal gaan. Push to first. Aha, small push to first. Helemaal precies zoals jij het ook zegt, hè. Small push. We gaan hem zo gewoon aandrukken. Yay, we hebben de lead. Dit is gewoon een sprintrace. Voor de mensen die dat nog niet door hadden. Het is een sprintrace. En ik moet goed op de weg letten. En dat gaat niet helemaal even goed altijd. Dus we gaan onze gebruikelijke rewind in gebruiken. Met dat ik het zeg, we moeten op de weg letten, gaat het weer mis natuurlijk. Want dan let ik op de minimap en niet echt op wat er op mijn scherm gebeurt verder. Is best wel irritant. Voor mij mag die minimap iets groter zijn. Persoonlijk. Oh, maar iets. Ah, ik vind hem nou net iets te klein, maar ik speel ook op 27 inch monitor. Dus daar wordt het natuurlijk ook weer iets anders van. Dat het gewoon groter is.
En dan nog heb ik de problemen mee. Ja, dan nog heb ik de problemen mee. Het ziet er wel mooi uit op dat scherm, daar niet van. Maar. Yay, we zijn gefinished. In best wel een crappy tijd volgens mij. 1:32. Maar we zullen zien wat op de leaderboard allemaal aan de hand is. Yay, champion. Ja. Dat is Grimsy sneller. Maar ik blijf ze niet ook in de outro. Je kunt dat zelf ook wel zien. Oh, kijk, een video. Oh ja, video. Well, a number of events have already taken place under the banner of World Jojo Series is Racing. Fans, brainchild of entrepreneur wow, is that a bit Patrick news? Callahan. Yay! And the exciting brand so new fun. Series has quickly captured the imagination of core U.S. motorsports fans. Question remains, can the WSR become a legitimate player in the yep, busy marketplace so of pro sports? Joining me on our final segment today, resident analyst Toby Moody. Toby, first impressions, can this organization make a long-term mark? Ja, kan dat. Well, first things first. So far, WSR first things first. Hit, oftewel, ik lees nu voor wat in het script staat, want dit is natuurlijk een neppe video, maar dat heeft iedereen vast wel door. Dus ik blijf met mijn handen zwaaien en dan ga ik een beetje bla 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 doen, zodat het extra interessant overkomt. Dus jij zegt dat we gewoon een beetje nep zitten te lullen. Ja, inderdaad, dat zeg ik helemaal. En zo voor week. Dat is dan niet boeiend wat ze zeggen. Het is toch van, ja, WSR is het beste. Super Uber driver, who super has such Uber skill to be the best in the world. Scuba Duber, not Scuba Diver. Scuba Duber. Big question moving Scooby forward. Scooby Doo. Thanks, and we're going to be keeping a keen eye on this organization's progress. Much more on SportsCenter coming up. Dag. Yay, the new showroom smell. Objectives completed. Nul. Huh? Hoe kan dat dan? Oké, hoeveel fans krijgen we? Een ton. Ik denk 100.000. Oké, meer dan 100.000. 115.000. Wauw. Dat is echt chill. Dat is zeker niet slecht. Managed a solid first season. Yay. We're going to be upping our game. So I've taken the liberty of moving you into a new workspace. It functions just like your old garage, so you shouldn't have any problems getting accustomed. Ze hebben hier wel dure auto's buiten rijden. Fuck you. We'll have our work cut out for us if we want to impress them. But if we succeed, it will bolster the WSR with even more vehicles and new racing disciplines. Mm-hmm. Maar, we zitten gewoon in de stad, zoals ik het zie, qua showroom. En de rijden wij, ja, we zitten gewoon in de stad. Oh, mooi. De Hyundai Sports Coupé of de BSZ. Sowieso de BSZ. Want ik vind Subaru BSZ, vind ik echt... Een chille auto en fuck Hyundai. Als ik heel erg ben. Genesis, dat klinkt ook zo van zo christelijk. Genesis. En op de zevende dag kocht God een Hyundai Genesis. Kijk, maar let maar op wat er achter langs rijdt. Wat nu in beeld, zeg maar. Dat ziet er trouwens wel heel erg lelijk uit. Ook, dat is een Lightning, dat is een Ford Mustang. Een Ford Mustang. GT volgens mij, zoals met zo'n spoiler. Dan hebben we een Subaru reed daar. Dan is dat nog weer een Ford Mustang, dan weer een Lightning Truck, dan weer een Ford Mustang, een Lancer, weer een Ford Mustang, een ambulance, een Subaru. En zo gaat het de hele tijd door. What the fuck, jongen. Oké, de game heeft veel detail, maar dit is een beetje overdreven. We gooien dan een stuk of 20 models in of zo die een keer voorbij komen. En dan een beetje met een random iets van mindere auto's meer. En niet fucking hell elke keer een auto van meer dan een ton voorbij laten rijden. Om de 3 seconden. Maar ja, we gaan de BSZ pakken. Mooi, dat is heel fijn dat jij de BSZ hebt. Oh, yay, een vierde sponsor. Even kijken. König. Tires. We pakken gewoon König. Even kijken, wat pakken we? Een goede vraag. Oh ja, laten we opletten wat er eigenlijk staat. Win een Euro Rent Race Event. En win een Dive Zero. Ah zo, oké, dat ligt eraan welke wij gaan doen. Win een Eliminator, beat a lap time on Fountain Loop. Zo moet je elke keer je sponsors veranderen eigenlijk bij dingen. Dan krijg je er meer fans bij, maar daar ben ik elke keer te lam voor. Dus dat ga ik ook gewoon niet doen. Momo Racing.
pakken gewoon zo'n Momo Racing. Voor 5 seconden. 160 km per uur. Oh. In Barcelona race. Elimination! Nu in de Dive Zero race. Oké, dan gaan we hier voor andere ding. Jun. Daar is mijn lomp, jongen. Race tag. Dat is allemaal. Ik weet niet, dat zijn allemaal die Elimination dingen. Maar ik vind het eigenlijk ook prima. Moet eerlijk zijn, dus ik vind het goed. Oké, mag ik hier uit? Ik mag hier gewoon niet. Oh ja, wel. Dan. Oh, dat menu af en toe. Wow. We zijn van een crappy computer naar een fucking beamerscherm gegaan, hé. Jezus Christus. Oké, dit is Dive Zero. En dit is Elimination dingetje. En dit is Euroran. Dus dat duurt nog het langste. Dus wat we kunnen doen dan is. Even kijken. Terug. Dit is mijn lomp, jongen. My vehicles. Custom player livery. Dan gaan we naar sponsors. Even kijken. Die hebben we dus niks aan. Mag ik. Kan ik serieus mijn sponsors niet aanpassen? Game. Ik kan serieus mijn sponsors niet aanpassen, joh. Oké. Okay. Dat is nieuw. Awards. Yay, onze beker. Kan ik er naartoe lopen? Nee. Waarom kan ik niet lopen, game? Ik wil naar mijn beker toe lopen, game. Wat een lelijke beker, trouwens. Maar oké. Maar we gaan verder. You finish first, yeah. Dit is wel ziek, zo'n groot scherm. Waar is de beamer nou? Daar is de beamer. Ze hebben daadwerkelijk wel een beamer. Dus dat detail is er wel weer. Niet gewoon iets projecteren. Nee, daadwerkelijk een beamer boven de auto hangen. Dat is dan wel weer goed. Maar ja, we gaan verder in de volgende part. Ik hoop dat jullie het nog een beetje leuk vinden. Ik zie jullie weer dan. Dus laters. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwd games kopen? Zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.